Mijn pa was 20 toen er in 1910 soldaat werd. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het veldleger. Bij zijn vervoerskorps had er een cruciale rol bij de verdediging van Luik en Antwerpen, omdat er levensmiddelen en munitie moest aanvoeren. Ook bracht er gewone soldaten in veiligheid. Waarschijnlijk omdat er zo zot was van pijlen, werd er enkele maanden later ruiter bij het regiment van lanciers. Hij voerde verkenningsopdrachten uit en nam deel aan de slag aan de IJzer. Bekans 4 jaar lang hield hij mee stand in de loopgraven. Op 4 juli 1918 snuivelt er. Bij dat er precies gestorven is, dat weet ik niet. In 1923 schreef mijn ma een brief naar de minister van Landsverdediging, omdat ze nog geen enkele medaille had ontvangen. Doop werd mijn pa geëerd bij een oorlogskruis, bij palm en andere decoraties. In mijn ogen is hij een held.